Hey mensen, hier even een korte video van Patrick. Op dit kanaal is dit waarschijnlijk een van de laatste video's waarin ik gewoon slap voor mijn huid ga staan lullen. Omdat, ik weet niet of jullie daar gelukkig van worden. Ik in ieder geval wel. Dus heb ik een oplossing gevonden. En dat is dat op dit kanaal ga ik geplande video's maken die ik een beetje heb uitgedacht, zeg maar. En in de beschrijving vind je een tweede kanaal dat eigenlijk maar niks aan het doen was, wat ik al wel had klaarstaan. En die heb ik genoemd Patrick Allen Daily Vlogs. Want ik vind het gewoon leuk om te vloggen. En zo kan ik iedereen tevreden maken. Dus als je niet houdt van slap gelul, dan moet je lekker niet op dat kanaal abonneren. Maar ik denk dat mijn autisme vlogs en dat soort dingen, die ga ik ook naar dat tweede kanaal verhuizen. Meer persoonlijke dingen ga ik daar bespreken. En meer dingen met meningen en algemene dingen en grappige vlogs. Grappige dingen, die sketches. Ik heb gemerkt dat mijn eerste vlog, waarin ik het heb over de eerste keer vloggen, dat die nog steeds erg populair is. Maar ik kan je vertellen dat vergt energie, zoiets. En als ik zeg maar niet helemaal in de bui ben, creatieve mensen hebben dat vaak. Als jij, als je creatief bent, dan herken je dat waarschijnlijk wel. Als jij zeg maar helemaal top bent in je bui, zeg maar, dan word je creatief en zo. Weet je wat, dan lukt alles gewoon en dan kan je lekker hyper zijn. Maar als je down bent, dan presteer je niks. En dat wordt vervelend. Ook voor mijzelf is dat vervelend. Maar ik wil toch wel graag ook een beetje een persoonlijke band opbouwen met de YouTubers. Dus vandaar dat tweede kanaal. Ik vind het gewoon leuk om wat persoonlijker te zijn. Dat heb ik al eens gezegd. Dus ik val in herhaling. En dat persoonlijker worden, dat gebeurt op kanaal nummer 2. Patrick Allen Daily Vlogs. Einde mededeling. De mazzel.